Hallo mensen en welkom bij deze gloednieuwe serie op dit kanaal. In deze serie ga ik jullie leren hoe jij je eigen Discord bots kunt maken. We gaan onze Discord bots maken in de programmeertaal Java. En door middel van JDA kunnen wij Discord bots maken in Java. Nou, als allereerst heb je natuurlijk JDK nodig, de Java Development Kit. En die moet jij downloaden op je computer. Dus de link staat in de beschrijving naar deze website. En hier kan je eigenlijk Java downloaden. Ik gebruik Java 17. Maar je kan ook Java 18 gebruiken, het maakt niet heel veel uit. Maar Java 17, dat werkt nog goed tot 2024 staat hier. Dus download JDK, de link staat in de beschrijving. Selecteer hier Mac of Windows of wat dan ook. En dan kan je hem hier installeren. Zorg ervoor dat je dit op je PC hebt staan, zodat we kunnen programmeren in Java. Nou, we gaan onze bots programmeren in een IDE. En de IDE, dat is IntelliJ. Deze gaan we gebruiken om te kunnen programmeren. De link hiervan staat ook in de beschrijving. En dan klik je hier op download. Pak de community versie en pak niet de ultimate versie. Pak gewoon deze. En dan klik je hier gewoon op download. Nou, als allereerst moeten we natuurlijk een bot aanmaken. Dus wat ga je doen? Je gaat naar de derde link in de beschrijving. En dan kom je hier. Dit is de Discord Developer Portal. En hier kan jij applicaties aanmaken en eigenlijk bots aanmaken. Dus wat gaan we doen? Je klikt op deze link. Je moet even inloggen op je account. En dan zie je hier al je applicaties staan. Oftewel al je bots eigenlijk. En dan kan je hier rechtsboven op nieuw application klikken. Dus maken we eigenlijk een nieuwe application aan. En deze kan je een naam geven. Dit is nog niet de naam van je bot. Dit is alleen de naam van je application. Maar je kan natuurlijk ook gewoon de naam van je bot hier alvast inzetten. Ik doe dat wel. Ik noem hem tutorial bot. Je kan natuurlijk een eigen naam verzinnen, dus verzin een naam en zet die hierin. Dan klik je op create. En dan kan je hier je naam nog aanpassen. Je kan hier de bot een profielfoto meegeven en een beschrijving. Maar waar we gelijk heen gaan is naar bot. En hier klikken wij op add bot, zodat deze application eigenlijk een bot wordt. Dus we klikken hier op bot. En dan kan je hier nogmaals de naam veranderen en hier kan je de icoon aanpassen van je bot. Dus de profielfoto. Ik heb hem een hele leuke profielfoto gegeven. En dit is de token. Deze hebben we straks nodig. Die pak ik nu nog niet, maar die hebben we straks nodig. Zorg ervoor dat je deze twee selecteert. Deze derde, die hebben we niet nodig. Maar ik laat later weten wat dit allemaal inhoudt. Maar selecteer deze twee in ieder geval. Klik dan op Save Changes. En wat we nu gaan doen is onze bot toevoegen aan onze server. Nou, ik heb hier Discord geopend. Dit is mijn Discord server, dus als je deze Discord server wilt joinen, de link staat in de beschrijving. Hier kan je altijd om hulp vragen. Maar als jij een server hebt aangemaakt, ik heb hier een testserver, dan kunnen wij onze bot toevoegen aan onze server. Nou, hoe gaan we dat doen? We gaan hier weer naar de developer portal. Dan klikken we hier op, hier links klikken wij hier op en dan klikken wij op URL generator. Zorg ervoor dat je hier op bot klikt, omdat het een bot is natuurlijk. En zorg ervoor dat je hier rechtsboven op applications.command klikt, zodat wij uiteindelijk ook slash commands kunnen maken. Nou, dan moet je de bot nog permissies geven. Dit zijn de permissies die de bot heeft in jouw server. Nou, ik ga de bot gewoon administrator geven. Dat betekent dat hij alle permissies heeft eigenlijk, dus dat hij alles kan. Maar stel nou, je wilt alleen dat de bot berichten kan sturen, dan doe je bijvoorbeeld alleen deze. En stel dat de bot bijvoorbeeld alleen kan spreken, dan klik je alleen op deze. Ik wil dat de bot alles kan, dus ik klik gewoon op administration. En als je dat hebt gedaan, dan heb je hier een link. En deze moet je kopiëren. En als je deze dan invult, dan kan je bot kan je dan in je server zetten. Dus we klikken op enter. En dan moet je een server selecteren waar de bot in moet. Dus ik klik op deze testserver. Continue. Administrator permissie heeft hij. Dan klik we hierop en dan moet je dit nog doen. En als je dat dan hebt gedaan, dan komt er dit te staan. En als je dan weer naar Discord gaat, dan zie je dat onze bot in onze server zit. Dus we hebben nu succesvol een bot gemaakt en in onze server gezet. Nou, hij staat natuurlijk nog niet online, want dat gaan we straks allemaal maken. Maar hij zit in ieder geval alvast in onze server. Nou, dan kunnen we dit allemaal wegklikken, want dit hebben we allemaal gedaan. Hou deze nog wel even open, want we hebben straks nog de token nodig. Maar laten we nu IntelliJ gaan opstarten en een nieuw project aanmaken. Dus ik klik op IntelliJ. En dan kunnen we hier linksboven kunnen wij op nieuw klikken en dan een nieuw project. Dan selecteer je natuurlijk hierboven aan nieuw project. Dan geef je project een naam. Nou, ik noem deze gewoon tutorial bot.
Dan kan je nog de locatie aanpassen op je computer, dus waar dit project moet komen te staan op je computer. Dan selecteren wij natuurlijk Java, want wij programmeren in Java. En dan kan je hier op Maven of Gradle selecteren. Ik selecteer Maven, want ik vind Maven fijner. Maar je kan ook Gradle selecteren. Dat is aan jou. Maar ik klik dus op Maven. Nou, dan hoeven we verder niks te doen. Ik klik hier op Create. Nou, dan kunnen we dit allemaal even gaan openen. En ik ben hier al in de pom.xml, want hier hebben we een pom. Bij Gradle heb je ook als het goed is een soort van pom. Maar dat ziet er iets anders uit. Maar bij Maven hebben we in ieder geval dit. En dit gaan we nu nodig hebben. Want als wij weer naar de volgende link gaan. Als je naar de volgende link gaat, dan kom je hier. Dit is namelijk de GitHub van JDA. En hier zie je dat je hier heel veel uitleg hebt staan. En hier zie je de introductie, hier zie je download, documentation. Maar waar we heen gaan is we klikken hier. Je moet iets naar onder scrollen dan. Dan klik je hier op download. Dan zie je hier Maven. Maven without audio, Gradle en Gradle without audio. Wij gebruiken Maven, dus wij gaan gewoon deze pakken. Deze hoef je niet te pakken. Dit is, ja, we willen gewoon audio natuurlijk, dus we pakken deze. Maar stel dat je hebt Gradle geselecteerd, dan pak je deze. Dus we gaan dit kopiëren. Je kan hierop klikken om hem te kopiëren. Dus dan hebben we hem gekopieerd, dit gedeelte. En wat we dan gaan doen, we gaan naar de code. En dan gaan we onder properties. En dan doen we pijltje naar links en dan klik je hier op dependencies. Klik je op enter. En dan plak je wat we net hebben gekopieerd. Dan komt dit te staan. Nou, dit zorgt ervoor dat wij de dependency van JDA in onze pom zetten. Dus dat wij eigenlijk JDA kunnen gebruiken in dit project. Nou, nu moeten we alleen nog een versie meegeven, de JDA versie. En als we weer teruggaan, dan zie je hierboven dat dit de laatste versie is. Dus dit vullen wij er gewoon in. Misschien is dit anders bij jou, misschien staat hier iets anders dan jou, maar vul gewoon in wat hier staat. Dus hier staat 5.0.0.18. Dus wij vullen hier in 5.0. Dus wij vullen dat hier ook in. Zorg ervoor dat de versie gewoon precies hetzelfde is als wat hier staat. En hetzelfde geldt bij Gradle natuurlijk. Maar bij Gradle moet je dan hier de versie neerzetten. Als we dit dan hebben gedaan, gaan wij nog een dependency toevoegen. En dat is .env. En dat is deze link. Deze link staat ook weer in de beschrijving. Dit is de GitHub van .env Java. En wat is .env? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Als je .env in je project hebt, dan kan jij .env files maken in je project. En in een .env file gaan wij onze bot token zetten. Want een .env file kan je dan heel makkelijk onzichtbaar maken, zodat niet iedereen jouw token kan pakken. Het is namelijk niet slim om je bot token rechtstreeks in je code te zetten. Want als iemand jouw bot token steelt, dan kan die iemand gewoon letterlijk in je bot gaan. En dan kan die gewoon dingen doen eigenlijk, omdat die dan in je bot zit. Dus dat is gewoon niet handig. Dus daarom gebruiken wij een .env. En daarmee kunnen wij .env files maken, zodat je token wordt beschermd. Dus we gaan hier naar onder en dan pakken wij weer Maven. Als je Gradle hebt, dan klik je hier op Gradle. Wij pakken Maven. Dan gaan wij hieronder, dan klikken wij op enter en dan doen wij ctrl-v. En dan hebben wij onze .env dependency ook toegevoegd. Dus zo kunnen wij JDA en .env gebruiken in dit project. Nu zijn wij klaar in de pom.xml. Dus wij kunnen hier rechtsboven op reload Maven changes klikken. Dus op dit icoontje hier, hier klik je dan op. Dus dan wordt Maven gereload en dan kunnen we alles gaan gebruiken. Nou, laten we gelijk beginnen met het maken van onze .env file, zodat we gelijk onze bot token erin kunnen zetten. Want eigenlijk is het .env eigenlijk is het een soort van config wat we gaan maken. Nou, we klikken hierboven. Hier klik je op de naam van je project. En dan klik je op het rechtermuisknop nieuw en dan file. En dan doen we .env. Dan zie je dat we hier een .env file hebben gemaakt. Stel nou, het werkt niet gelijk, dus JDA en .env werkt nog niet gelijk in je project, dan moet je even IntelliJ opnieuw opstarten. Dus dan moet je IntelliJ even sluiten en weer opnieuw opstarten, want dan werkt het als het goed is wel. Nou, we hebben dus een .env file gemaakt en wat we hier weer in gaan zetten is token is. En dan gaan we hier onze token inzetten. Dus wij gaan weer terug naar onze Discord developer portal. En dan pakken wij hier bij bot, pakken wij onze token. Dit is onze bot token. En deze token hebben we natuurlijk nodig om onze bot online te kunnen maken. Dus ik klik hier op reset token. En dan moet ik dit invullen.
En als ik dat dan heb gedaan, dan hebben wij hier een nieuwe token gegenerate en die kunnen we dan kopiëren. Ik ga deze token natuurlijk resetten na de video, want die kunnen jullie natuurlijk nu zien. Maar je klikt dus op copy en dan gaan we terug en dan kunnen wij hem hier gewoon plakken. Dus token is en dan je bot token. Oké, dus dat hebben we gelijk gedaan. Laten we nu bezig gaan met onze main class eigenlijk, zodat wij de bot online kunnen maken. En zodat we de bot ook wat dingen kunnen meegeven, een status en een activity. Dus laten we een class aanmaken. Ik ga eerst een package aanmaken, dus we gaan hier naar Java. Rechtermuisknop, nieuw package. En deze package is eigenlijk hetzelfde als wat je ook doet bij de Spigot tutorials. Je doet dev, of je doet me, punt, en dan je naam. Ik doe nu dev, punt, en dan mijn naam. Maakt niet heel veel uit, je kan dev, je kan me, je kan .com doen. Ik doe dev, punt, en dan je eigen naam, punt, Discord bot, want wij gaan een Discord bot maken. Dus dev, punt, je eigen naam, Discord bot. Oké, dan maken we een nieuwe class aan, nieuw Java class, en dit wordt onze main class. Dus ik noem deze Discord bot. Nou, we gaan gelijk een constructor maken, dus public Discord bot. En hierin gaan we onze Discord bot maken eigenlijk. En dan gaan we straks een main methode maken waarin deze constructor wordt aangeroepen, zodat alles wordt gemaakt eigenlijk. Nou, waar we mee gaan beginnen is met het verkrijgen van onze token die wij in de .env file hebben gezet. Dus hoe gaan we dat doen? We maken hier een private .env aan. Als dit er niet bij jou komt te staan, dan moet je dus even IntelliJ restarten. En die kunnen we gewoon .env noemen. Nou, wat gaan we hier doen? We gaan in de constructor .env pakken. En dat staat gelijk aan .env.configure.load. Dan wordt de .env file wordt dan geladen. En dan kunnen wij nu onze token gaan pakken. Dus ik maak even een string aan, die noem ik token. Dat is .env. En dan kan je .get doen. En wat willen we dan krijgen? Nou, dat is onze token die hier staat. Dus wij zetten hierin token. Dus dit moet precies gelijk zijn als dit. Stel nou, je hebt uiteindelijk ook databases. Dus je doet bijvoorbeeld database URL. En dan heb je database. Dan zet je hier dus bijvoorbeeld string database URL is .env.get en dan database URL. Dus zo pak je dingen uit die .env file als het ware. Maar dit hebben we nu niet nodig, we hebben nu alleen onze token nodig. Dus zo pakken wij onze token uit de .env file. Nou, wat we nu kunnen gaan doen is eigenlijk een builder gaan maken. Je kan een JDA builder gaan maken, maar je kan ook een Shard Manager builder gaan maken. Een default Shard Manager builder. En ik vind het fijner om een Shard Manager builder te gebruiken in plaats van een JDA builder. Dus we gaan default Shard Manager Builder. Deze is natuurlijk ook van JDA. Maar deze werkt iets anders volgens mij. Deze heeft volgens mij iets meer opties dan een JDA Builder. En deze kunnen we gewoon Builder noemen. En dat is default Shard Manager Builder. Punt. En dan kunnen wij een Create Default doen. We kunnen Create en we kunnen Create Lite doen. Zoals je ziet hebben ze allemaal een token nodig. Behalve Create. Maar Create gaan we nu niet gebruiken. En Create Default is eigenlijk gewoon de default bot die wordt aangemaakt. Create Lite is eigenlijk precies hetzelfde. Maar dan wordt er iets minder geheugen gebruikt aan je bot. Maar in dit geval kunnen we gewoon Create Default gebruiken. Dan wordt gewoon een normale bot wordt dan aangemaakt. Het is aan jou wat je gebruikt. Create Lite, Create Default. Het werkt eigenlijk in principe allemaal hetzelfde. Nou, zoals je ziet hebben we nu de token nodig. En de token die hebben wij hier aangemaakt. Dus wij kunnen hier heel makkelijk token neerzetten. Nou, dus nu hebben we een nieuwe builder gemaakt. Deze builder kunnen wij straks, we kunnen straks builder.build doen. Zodat onze bot wordt gebuild als het ware. Dus dat onze bot wordt gemaakt. Nu hebben we alleen nog een builder. Maar we hebben ook een shard manager nodig. Omdat wij hier namelijk default shard manager builder hebben gebruikt. Hebben wij een shard manager nodig. Dus maak hier even een private shard manager aan. Deze noem je shard manager. En dan kunnen we hier shard manager doen. En dat is builder.build. Nou, zo wordt eigenlijk onze bot gemaakt, heel simpel. Nu heb je nog wel een rode lijn hier onder build. Maar dat kunnen we heel makkelijk fixen. Als je hier overheen gaat met je muis, kan je hierop
dit, als je hier overheen gaat met je muis, kan je hierop klikken. Als je hierop klikt, dan komt dit er te staan. Het kan een login exception krijgen als de token namelijk niet goed is. Maar dat gaan we straks ook allemaal nog checken, nachecken. Dus nu is eigenlijk onze bot al gemaakt. Dit is namelijk onze bot. Onze Shard Manager is eigenlijk onze bot. En die wordt dan gebuild door onze Shard Manager Builder. Dus eigenlijk wordt onze bot nu gemaakt. Nou, laten we even een main methode maken. Dus de normale main methode van Java eigenlijk. En dat doen we hieronder natuurlijk. Je kan eigenlijk heel makkelijk main intypen en dan op tab. Dan maak je gewoon de standaard main methode aan van Java. En hierin gaan we eigenlijk onze Discordbot aanroepen. Dus Discordbot, die kunnen we bot noemen, is nieuw Discordbot. Zo wordt onze constructor aangeroepen, dit dus, en dan wordt dit dus allemaal gemaakt als wij onze project gaan opstarten. Nou, nu komt hier nog een rode lijn onder. Dat gaan wij fixen met een try catch. Dus je klikt hier op more actions. En dan try catch. Wat is dit? Nou, dit is eigenlijk, hij probeert dit te doen. En als hij een login exception krijgt, dan runt de code wat hierin staat. Nou, wat is een login exception? Dat is eigenlijk de exception die wordt gerund als de token niet goed is of niet is ingesteld. Dus eigenlijk wanneer hij de token niet kan vinden. Dus wat kunnen we dan doen? We kunnen bijvoorbeeld uitprinten van bot token niet gevonden. Dus als hij dit probeert te doen, maar de token is niet correct, dan wordt dit naar ons toegestuurd. En system.out.println is gewoon dat het wordt uitgeprint in de console eigenlijk. Als je de basics kent van Java, dan zou je dit moeten weten hoe dit werkt allemaal. Maar in principe kunnen we het nu gaan uittesten en kijken of onze bot online gaat. Dus hoe gaan we dit aanzetten? Nou, we kunnen hier klikken. Hier staat run discordbot.main, maar je kan ook gewoon hierop klikken. Dat maakt niet uit, maar we klikken hierop en dan klikken we op run discordbot.main. En dan wordt dan geopend, het console eigenlijk. En als je dan komt te staan finished loading, dan is die succesvol geladen en dan is ons bot als het goed is online. Dus als wij Discord erbij pakken, dan zien wij inderdaad dat onze tutorialbot online staat. Want dat kunnen we namelijk zien, hij is hier online, dat zie je hier. En hij heeft ook een groen bolletje hier staan, dus dat betekent dat onze bot online is. Nou, wat misschien nu wel leuk is om te doen, is om een status mee te geven aan onze bot. En wat is een status? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Wat je hier ziet, dit is een status. Hier zie je bij de mensen onder de naam zie je een status. En dat kunnen we ook meegeven aan de bot. Je hebt bijvoorbeeld ook statussen van playing, dat is dan activity. Ik zeg het trouwens verkeerd. Dit is de activity. Dit noem je de activity. En de status, dat is eigenlijk dit groene bolletje. Dus de status kan online zijn. De status kan idle zijn. En de status kan do not disturb zijn. Dus niet storen. En invisible. Dus dat is de status. Dat kunnen we ook aanpassen. En de activity, dat is eigenlijk dit. Dus wat onder de naam komt te staan. En sommige mensen hebben ook als activity playing en dan wat tekst. Dus dat kunnen we allemaal gaan maken. Dus laten we dat gewoon gaan maken. Dan zie je vanzelf wel hoe het eruit ziet. Dus we kunnen dit even weer gaan sluiten. Dus we kunnen de bot even weer gaan afsluiten. Dat kun je hier rechtsboven doen op stop Discord bot op dit knopje. Dan klik je op. Dan kan je deze weer hiden. Dus dan klik je hier op. En dan duurt het even voordat de bot weer offline gaat. En dan gaat de bot, als het goed is, gaat die dan weer offline. Dat kan even duren. Maar uiteindelijk is die dan offline als wij dit hebben afgesloten. Nou, hoe zetten wij de status en de activity van de bot? Dat is heel simpel. Dat moeten we eigenlijk doen voordat wij hem builden. Dus dat gaan we hier doen. En dat kunnen we doen met de builder. En dan kunnen we punt, dus builder punt. En dan kunnen we verschillende dingen doen. We kunnen hier set activity doen. En we kunnen hier set status doen. En je kan ook nog veel meer andere dingen doen, maar dat leg ik later allemaal uit. Maar we kunnen nu in ieder geval de status aanpassen. Dus set status. En dan heeft het een online status nodig. Dus online status. Punt. En dan kan je kiezen uit online, idle, invisible, offline en niet storen. En dat zijn eigenlijk, dat zijn eigenlijk deze statussen die je hier ook ziet. Dus we kunnen hem bijvoorbeeld op deze zetten. Dus dat is niet storen. Dat is dat rode bolletje. Wat ik hier ook heb. Deze.
Dus die kunnen we bijvoorbeeld even gaan neerzetten om te testen. En dan kunnen wij de activity doen, dus build.set activity. En dan hebben we een activity nodig, zoals je hier kan zien als je op Ctrl-P klikt. Dan hebben we een activity nodig, dus activity. Punt. En dan kan je kiezen uit competing, listening, playing, streaming, watching. En de activity, dat is eigenlijk wat je hier ziet. Bij dit bijvoorbeeld, playing. Hier heb je playing, hier heb je ook playing staan. Hier heb je bijvoorbeeld watching staan. Dus dat is eigenlijk de activity. En daarachter kan je dus tekst toevoegen. Dus wat je hier ook ziet, playing. En dan slash help. En dan hier wat tekst. Dus dat kan je toevoegen. Laten we als activity, laten we dat bijvoorbeeld even watching doen. Nou, dan kan je nu dus tekst toevoegen. Dus bijvoorbeeld watching tutorials. Van Sves natuurlijk. Dus dat kunnen we als activity meegeven. Dus laten we dit gaan testen. Dus we klikken, we kunnen hier nu ook op, hierboven kunnen we ook op klikken trouwens. Dus dan zetten wij de bot weer aan. En dan staat hier login succesvol, finished loading en dan is onze bot weer aan. En zoals je ziet, dan heeft hij als status, heeft hij nu het rode bolletje, dus niet storen. En heeft hij als activity watching tutorials van Sves. Ja, dat kun je doen. Je kunt dus de status en de activity aanpassen eigenlijk heel gemakkelijk. Stel nou, je sluit deze af en je doet bijvoorbeeld even de token weghalen. Dus we halen die even weg. En we starten hem opnieuw op. Dan zie je eigenlijk dat hier komt te staan bot token niet gevonden. En dan wordt de bot ook niet gerund. Dus dat is eigenlijk wat wij hier hebben gemaakt. Dus we kunnen hem even weer opnieuw erin zetten natuurlijk. Nou, dit was ook het einde van deze tutorial. We hebben dus eigenlijk geleerd hoe wij een Discord bot kunnen aanmaken via de developer portal. En hoe wij de Discord bot in onze server kunnen zetten. We hebben de bot natuurlijk een activity meegeven, een status. En we hebben ervoor gezorgd dat de bot online is natuurlijk. Dat is het belangrijkste. En we hebben een .env file gemaakt met de token daarin. Dus dat hebben we vandaag allemaal gedaan. Als je nou vragen hebt of problemen, join dan even de Discord server. De link van de Discord server die staat in de beschrijving. Dus je kan daar altijd om hulp vragen. Laat ook in de reacties achter wat je allemaal voor tutorials wilt zien over JDA, over Discord bots. Laat het weten in de reacties. Dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken naar deze tutorial. En dan zie ik jullie weer bij de volgende tutorial van JDA. Later.